De betonsector is in volle transitie om te verduurzamen, om de klimaatdoelstellingen 2050 te halen en tegelijk ook het hoofd te bieden aan de grondstoffenschaarste. Minder CO2-emissies en minder primaire grondstoffen zoals zand en grind. Grootschalige inzet van secundaire materiaalstromen zoals bouw- en sloopafval speelt daarbij een belangrijke rol. Toepassing hiervan is moeilijk door grote verschillen in deze secundaire stromen, zowel in omvang als in samenstelling. Tegelijkertijd groeit het aantal eisen voor constructies om ze duurzamer te maken. Wij stellen een nieuwe aanpak voor om deze duurzame maar complexe transitie te ondersteunen. Materiaalgedreven multicriteria ontwerpoptimalisatie, ofwel MIMO. De MIMO-aanpak vereenvoudigt een steeds complexer ontwerpproces. MIMO verkleint onzekerheden rond hergebruik van elementen en materialen en zorgt voor een ontwerp dat duurzaam is, betaalbaar en veilig. Hoe dan? De MIMO-aanpak vormt een knooppunt tussen data, modellen en slimme optimalisatiesoftware. Van elementen of korrels uit betonpuin worden de materiaaleigenschappen bepaald, de data. Daarnaast worden eisen meegegeven, zoals minimaliseren van milieu-impact en kosten, maar ook het maximaliseren van veiligheid. We willen immers veilige betonconstructies. MIMO verwerkt de data vervolgens met behulp van rekenmodellen tot ontwerpvarianten die optimaal voldoen aan de verschillende eisen tegelijk. De gebruiker kan nu eenvoudig afwegen wat de beste variant is op basis van wensen en planning. Huidige ontwikkelingen en toepassingen voor het verduurzamen in de sector kunnen met MIMO worden samengebracht, afgewogen en geoptimaliseerd. Samen met TNO kunnen data en nieuw ontwikkelde, geaccepteerde modellen in MIMO worden verwerkt en beschikbaar gesteld aan gebruikers over alle fases van het ontwerpproces. Wat levert dit allemaal op? Met ondersteuning van MIMO kunnen we meer materialen gaan hergebruiken en andere verduurzamingsmogelijkheden optimaliseren. Dat bespaart primaire grondstoffen en CO2-uitstoot. De basis is gelegd. Dit kunnen we gezamenlijk met de sector verder brengen om de transitie te faciliteren met grootschalige resource-based engineering. Zo geven we ruim baan aan duurzamer beton.